Efteling Grand Hotel gaat helaas niet meer worden zoals we verwacht hadden. Ook zijn er heel veel foto's opgedoken over de bouw van Fata Morgana. En wat is er eindelijk aan de hand met de spookslot Metaverse? Dit alles en nog veel meer in deze video, dus blijf zeker kijken. Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Niels, neem je wekelijks mee door de Efteling, laat je alles zien wat hier gebeurt. En we gaan ook deze week weer heel veel bespreken. Efteling Grand Hotel, Fata Morgana, maar ik begin natuurlijk op de parkeerplaats, want daar gebeurt ook heel veel. En op het moment dat ik hier aankom, valt me gelijk één ding op. Bouwhekken. Die hebben ze natuurlijk hier wel vaker, maar nu zie ik er nog veel meer. En ik zie ook heel veel betonblokken en het lijkt er een beetje op dat ze nu alle bouwhekken van zeilen gaan voorzien. En er valt me ook gelijk weer één specifiek zeil op. Bouwmeester Big. Ja, ik had gehoopt dat we van het gedrocht af waren, maar helaas, hij is toch weer teruggekomen. Waarschijnlijk komen er nog meer zeilen en gaan ze heel de bouwplaats een beetje uit het zicht onttrekken. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is niet zo heel fraai. Ik vind het wel heel leuk. En wat zien we nou eigenlijk? Nou, we zien dat ze het eerste beton gestort hebben, daar waar de tunnel gaat komen. Eerder deze week zagen we al wat houten constructies liggen. Maar zo diep gaat het dus worden. En uiteindelijk is dat niet zo heel diep. Oké, na deze kleine eekhoornonderbreking gaan we door. Ik had het natuurlijk over de tunnel en dat die niet heel diep gaat worden. Maar dat is natuurlijk ook niet zo heel vreemd, want ze gaan de straat ook ietsjes verhogen. Waarschijnlijk is dat goedkoper om te doen. Ook hebben ze een doorsteek gemaakt op de parkeerplaats, zodat je makkelijker naar het huis van de Vijf Zintuigen kan lopen. Dus hoef je niet meer heel die lus door. Dat is wel echt een heel stuk beter. En er is ook een muurtje kapot gegaan bij de ingang, dus daar moet even naar gekeken worden. Verder zien we hier ook nieuwe vaandels hangen. De wintervaandels zijn weg en de oude vaandels die hangen er weer. En zijn ze ook nog steeds aan het schilderen bij het huis van de Vijf Zintuigen. Ik dacht dat ze al klaar waren met de toiletten, maar ze zijn nu de voorkant aan het doen. En ook hebben ze de plek gedaan waar de ticketcontrole plaatsvindt. Ja, uiteindelijk moet nog het middelste gedeelte van het huis van de Vijf Zintuigen nog gebeuren. Maar ze zijn al heel erg lekker bezig en het begint nu echt een heel geheel te worden. We lopen de Efteling in en dan zien we dat ze bij de Eftelingen een muur veranderd hebben. Hier hangen nu heel veel Ravelijn dingen, dus vind je dat leuk, kan je ze hier halen. En er was nog een probleempje met Aquanura met een zachte G. Ik meldde vorige week dat die heel de week zou plaatsvinden in verband met carnaval. Uiteindelijk bleek die na de carnaval ook ineens afgekapt te zijn. Hij zou heel de week spelen, niet meer gebeurd. Mensen waren daar heel boos over, dus dat is natuurlijk wel een beetje jammer. We gaan ook weer kijken nemen bij Efteling Grand Hotel, want hier gebeurt natuurlijk van alles. De eerste muren zijn geplaatst en niet de binnenmuren, nee de buitenmuren. En ik moet zeggen, ik moet een beetje wennen. Ja, ik vind het niet heel erg mooi, maar ik kan natuurlijk weinig zeggen over twee muren die er nu staan. Het gaat waarschijnlijk nog aan alle kanten aangepast worden. En nu we het toch over aangepast hebben, er gaat waarschijnlijk ook nog heel veel aangepast worden aan de concept art. Want er is het een en ander afgevallen, dat komt ook door budgetdingetjes. Maar de Efteling wil niet per se zeggen wat, maar ze hebben wel aangegeven dat er het een en ander veranderd is. Ja, ik moet toch eventjes wat dingetjes gaan toevoegen, want sinds de opname zijn er weer heel veel dingen naar buiten gekomen. EftelV heeft concept arts gelekt van hoe het hotel er nu uitziet. En dat bevestigt eigenlijk wel alles wat we eerder al zeiden, dat er een aantal torens zijn verdwenen. Er zijn nu maar 4 torens over van de 6. De 2 grote torens aan de zijkanten, die zijn er afgehaald. En die zijn een soort van, ja, tactisch weggewerkt. En het zijn een paar kleinere dingetjes geworden. Ook de slinger die je zag als je onder het gebouw doorliep, die is weg. De klok zelf, die is er nog wel, maar het is geen traditionele klok. We krijgen wel het thema tijd, maar de klok gaat een beetje sprookjesachtige elementen aanwijzen. Dus ik ben benieuwd wat ze hiermee gaan doen. Maar dat was lang niet alles, want er is nog meer naar buiten gekomen. Want er zijn ook visuals naar buiten gekomen van de binnenkant van Efteling Grand Hotel. Heel lang geleden konden we al een hele wazige foto delen waarin eigenlijk niet zoveel te zien was. Maar we wel konden zien dat er 4 kleuren gingen komen in de hotelkamers. En daar hebben we nu veel meer informatie over. Er komen 4 soorten standaardkamers met ieder hun eigen thema. Zo heb je Sprookjesbos, die wordt groen van kleur. Paroespromenade, die wordt rood van kleur. Aquanura wordt blauw. En het Huis van de Vijf Zintuigen, die wordt bruin. En het zijn allemaal Pieks kleuren. En dat is natuurlijk wel heel tof dat ze dat hierin toepassen. Maar we zien dus ook een aantal verschilletjes in de kamers. In grote lijnen zijn de kamers allemaal exact hetzelfde. Maar laten we er heel even doorheen lopen. Op het moment dat je binnenkomt in de kamer, kom je in een gang terecht. En hier staat een hele grote kast. Zien we ook een spiegel en een poef. En aan de rechterkant zit een deur en deze gaat naar de badkamer. In de badkamer zien we een vrij grote wastafel, zien we een glazen douchewand en zien we ook een regendouche. Maar hier komen we ook het toilet tegen en het toilet is apart van de badkamer. Het grootste gedeelte is natuurlijk het slaapgedeelte en aan de rechterkant vinden we hier een stapelbed. In het midden van de kamer staat een groot tweepersoonsbed en in een aantal kamers hangt er ook nog iets aan het plafond. Ja, het ziet er wel apart uit en natuurlijk ligt er ook een sprei op het bed. Hebben ook nog een zithoek met 2 stoelen. Hangt er nog een tv aan de muur en is er ook nog een tafeltje. En in verschillende kamers staan ook nog verschillende elementen. Zo zien we in de Aquanura kamer iets wat op een verrekijker lijkt. Het Huis van de Vijf Zintuigen lijkt iets van een ezel met een schilderij te hebben. Bij de Pardoespromenade staat een spiegel in de kamer. En de Sprookjesboskamer staat
ook iets. Het lijkt een beetje op een rocking chair. Ik durf het niet zeker te zeggen. Het ziet er een beetje vaag uit. In hoeverre dat het allemaal echt is, dat weet ik niet. In hoeverre dat het allemaal nog steeds op deze manier uitgevoerd wordt, dat weet ik ook niet. Maar we weten wel wie de binnenkant van het gebouw gaat doen. Want dezelfde architect die ook het eethuis op Boswijk gedaan heeft, die gaat ook de binnenkant van Efteling Grand Hotel doen. En ze gaan ook een aantal boshuizen aanpakken. En daar is lang niet iedereen blij mee, want het eethuis is natuurlijk niet echt... Ja, Eftelings, laten we het zo zeggen. Dus hoe het eruit gaat zien bij Efteling Grand Hotel, dat wordt natuurlijk nog wel een beetje spannend. Ze spreken zelf over een hotel vol met storytelling, dus laten we hopen dat het ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren. En eerder zagen we ook nog andere visuals die online gekomen waren. En deze komen wel uit een hele andere fase van Efteling Grand Hotel. Zijn een beetje gebaseerd op een van de eerste tekeningen die we zagen. Maar hier zien we dus Efteling Grand Hotel met de oude torens er nog aan. Helemaal in het groen. We zien ook nog een hotelpromenade. Die schijnt ook wegbezuinigd te zijn. Maar ja, in hoeverre dat het allemaal nog echt gaat komen, dat weten we niet. Maar op de visuals die we hier zien, ziet het er op zich wel heel erg mooi uit. Je hebt ook nog een watervalletje lopen en zo. Ja, hier kan ik wel aan wennen. Maar ja, nogmaals, of dit echt gaat gebeuren, ja of nee, dat is natuurlijk even de vraag. Tot zover de aanvullingen voor Efteling Grand Hotel. Heel veel nieuwe informatie. En maak je maar geen zorgen, er is nog veel meer leuke informatie in de video. We gaan het bijvoorbeeld nog hebben over de bouwfoto's van Fata Morgana. Gaan we het ook nog hebben over de Spookslot Metaverse, want de toekomst daarvan is onzeker. Dus blijf zeker kijken. Aangekomen in het Sprookjesbos en we gaan weer door een roosje kijken. En ook hier valt gelijk wat op. Bouwhekken. Die hadden ze natuurlijk al, maar nu nog veel meer. En dat komt omdat ze met de vijver begonnen zijn. Vorige week waren ze al begonnen, maar nu hebben ze muurtjes opgemetseld aan de zijkant. Er zit nu tijdelijk even wat zeil overheen. Maar hier gaat zo meteen een watervalletje lopen langs het pad naar beneden. En hier gaat waarschijnlijk ook die nieuwe bewoner komen van Doornroosje. En ik zie ook een paar houtuitsneden staan. Misschien heeft dat er wel alles mee te maken. Maar die vijver die gaat dus ook groter worden. En daarom staan er nu ook veel meer hekken omheen. Is er ook wat groen weggehaald. Aan de zijkant hebben ze ook nog meer gedaan, want vorige week waren ze bezig met het inschaduwen van die poort. Dat hebben ze nu afgerond en ze hebben alle ornamenten ook weer uitgepakt. En ze hebben nu de ornamenten bij de onderste poort, die hebben ze ingepakt, dus daar zullen ze ook mee aan de gang gaan. Ook zijn ze nog bezig aan de achterkant van het kasteeltje. Hier zijn ze nog steeds bezig met allemaal groenplanten. En we zien hier ook dat de plantenbakken weer heel mooi ingedeeld worden. Ja, dit gaat zo meteen heel erg netjes worden. We gaan door, we gaan naar Langnek. Helaas waren zijn ogen weer heel snel heen en weer aan het gaan. Dus een probleem wat helaas maar blijft. En er viel me gelijk nog iets op, want er staat een hele grote boom naast Langnek. En er zitten heel veel van die stalen buizen in. En waar is dat nou eigenlijk voor? Nou, dat schijnt dus zo te zijn dat die boom heel erg zwaar begint te worden. Dat de kans is dat die boom splijt. En daarom zitten die staven erin om op zijn plek te houden. Dus mocht je nou denken, joh, waarom is dat? Nou, hierom. Was ook zo bij Doornroosje. Die is uiteindelijk weggegaan. Dus ja, wat het lot is van deze boom, dat durf ik niet te zeggen. We gaan weer door en we zien dat het heksenkamp ook weggehaald is. Ja, is natuurlijk winterdecoratie. En natuurlijk gaan ze binnenkort beginnen bij Hans en Grietje en dan gaan ze hier alles weghalen. En toen had ik gelijk de vraag, hoe gaan ze dit dan weghalen? Want hoe kom je hier met groot gereedschap? Nou, toen zag ik op wat foto's van Nick van de bouwplaats van Efteling Grand Hotel dat ze aan de zijkant een nieuwe dienstpoort geplaatst hebben. En die dienstpoort die zal waarschijnlijk uitkomen aan de achterkant van Assepoester. En hier hebben ze natuurlijk een tijdje geleden ook al een dienstpoort geplaatst. Maar waarschijnlijk gaan ze op deze manier zo het park inkomen. Want ja, anders plaats je natuurlijk geen nieuwe dienstpoort. Waarschijnlijk gaat het beginnen nadat Doornroosje afgerond is. Dus ja, dat zal eind maart zijn, begin april. Ik ben heel benieuwd. Het zal heel heftig worden. Dus we gaan het zeker in de gaten houden. Er is me ook nog iets opgevallen bij vrouw Holle, want er is een stukje steen afgebroken. En dat is aan allebei de kanten, dus dat is heel erg apart, maar hier moet eventjes naar gekeken worden. En er is ook nog een klein probleempje op het Herautenplein, want hier missen een paar leidjes bij een van de torentjes. Dus ja, ook niet helemaal goed. Ze zijn momenteel heel druk bezig bij het Sprookjesbos Theater. Dat is momenteel ook niet geopend. En het lijkt er een beetje op alsof ze nieuwe stroomkabels aan het leggen zijn. Heel de straat ligt eruit, wordt druk gegraven. En eerder deze week zagen we ook al een foto dat er een bankje weg is bij het Sprookjesbos Theater. Dus ook daar moet even naar gekeken worden. We gaan helemaal door naar de Chinese nachtegaal, want hier hebben ze alle potten weggehaald uit de binnentuin. Het is nu heel erg kaal, maar er zal waarschijnlijk binnenkort weer wat nieuws voor komen. En we staan hier momenteel in de siertuin. En in de siertuin hebben ze ook weer heel veel nieuwe beplanting erin gegooid, want ja, het voorjaar komt eraan. Heel erg lekker. Vorige week had ik het natuurlijk over Valentijnsdag. En Valentijnsdag hebben we natuurlijk in de Efteling gevierd. En hebben we ook in de Fata Morgana doorgebracht. Maar er is ook nog een leuke video verschenen op de socials van de Efteling. Waarbij personeelsleden die een stelletje zijn aan het woord komen. Natuurlijk heel erg leuk. Wij gaan nu lekker door naar het Marenrijk. Vind je het nou nog steeds heel erg leuk? Dan kan je misschien een kijkje gaan nemen in mijn Discord. Heel gezellig, kan je met elkaar chatten. Kan je gewoon in de omschrijving vinden. Het is helemaal gratis en zitten heel veel mensen in. Leuk!
We beginnen in het Marenrijk met de stoomcarousel. Hier hebben ze alle hekken weer weggehaald. Kun je ook gewoon weer via de normale ingang naar binnen. En het ziet er heel erg mooi uit, maar het is nog niet helemaal af. De grote beelden aan de zijkant, die ontbreken nog. Maar dat grote beeld in het midden, dat is wel weer terug. En alles ziet er gewoon echt mooi uit. Ik ben er helemaal blij mee. Ook de verlichting werkt weer aan alle kanten. In eerste instantie was dat niet helemaal het geval. Maar er is wel een klein probleempje aan de binnenkant van de carousel, want de muziek doet het niet. Er zit een heel mooi draaiboek in waar dat de muziek uitkomt, maar ja, dat is al een tijdje kapot. Afgelopen week heeft hij zonder muziek gedraaid. Het was heel erg gek. Nu draait er gewoon een cd'tje. Ja, het is iets. Klinkt niet helemaal hetzelfde, maar op zich wel mooi opgelost. Gaan we naar de marskamer. Hier hebben ze wat nieuwe standaarden neergezet naast de kassa met allemaal dingetjes eraan. En hebben ze ook de Luviel uitgepakt in de hoop dat het misschien wat meer verkoopt. We gaan de weg over en we gaan naar de Glazen Kat. Hier hebben ze een bordje terug opgehangen en het gebraad ernaast, die heeft ook zijn bord teruggekregen. En dat heeft heel lang geduurd en daar zijn we heel erg blij mee. Ook nog wat dingetjes bij het Witte Paard, want er is meer gebeurd dan ik oorspronkelijk dacht. Ze hebben ze overal een beetje geschilderd en hebben ze ook de vloeren vervangen bij de freestyle machines. Want ja, die waren een beetje vies geworden door de freestyle machines. We gaan helemaal door naar Droomvlucht en hier is een elfje kapot in de elfentuin, dus hier moet even naar gekeken worden. En de toiletten, die zijn wel weer open. En waar ligt het nou eigenlijk aan? Nou, ik heb begrepen dat er toch problemen zijn met de riolering. Ik dacht in eerste instantie dat dat allemaal opgelost was, maar blijkbaar toch niet. Maar nu is het wel weer open, laten we hopen dat het zo blijft. En er was ook nog iets heel bijzonders, want afgelopen week was er een storing bij Droomvlucht. En er was een omroep van koning Oberon in het Engels en in het Nederlands die de situatie uitlegde. There is a little problem at this moment. Schijnbaar is het al een tijdje, maar ik heb het nooit eerder gehoord. Wel heel erg apart en ja, lekker thematisch. We gaan naar Villa Volta. Hier is aan de zijkant van het gebouw een stuk muur naar beneden gekomen. Dus hier moet zeker even naar gekeken worden. En ook in het Volk van Laaf zijn ook nog wat dingetjes, want zo is de Laaf weer terug bij het Brouwhuis. En de monorail is van 27 tot en met 29 in onderhoud, dus hou hier zeker rekening mee. En is er ook nog een probleempje in de rustruimte. Denk je nou rustruimte in het Volk van Laaf? Wil je nou weten waar die zit? Check dan even deze video hierboven en leg ik je alles uit over het Volk van Laaf. En we kijken nog even naast het Volk van Laaf, want ik had het er vorige week al over dat de paarden terug waren. Helaas was afgelopen week een teugel losgeraakt, maar die hebben ze weer vastgezet, dus dat is mooi. En er is ook een bankje weg op het Antropiekplein, die zal hoogwaarschijnlijk in onderhoud zijn. En ook zijn de potten weer terug naast het museum, zitten er allemaal nieuwe plantjes in, ziet er weer heel erg gezellig uit. En ik sta hier nu natuurlijk op het Antropiekplein, maar hiernaast me is ook een boom gekortwiekt. En dat is best wel heftig gegaan, hij is praktisch helemaal weg, maar hij staat nog een heel klein stukje. Maak ook nog een klein stopje bij de zoete inval, helaas ook hier niks meer te melden deze week. Laten we gauw doorgaan naar het Reizenrijk, want daar zijn wel weer heel veel dingen te melden. We beginnen in het Reizenrijk op wat de voormalig warme winterweide was. Hier zijn ze nog steeds heel druk bezig met alles afbreken. Alle kerstbomen zijn weg, de vuurkorven worden weggehaald en ook de huisjes waar ik het vorige week over had, die bleken er dus al te staan. De zomerhuisjes waren dus bedekt met hout, waardoor het leek alsof winterhuisjes waren. Foutje van mijn kant. Ook hebben ze nu heel de schaatsbaan weggehaald. Er staan nog een paar delen die moeten nog weg, maar alles is weer aan de kant. En ja, binnenkort gaan ze natuurlijk beginnen met de opbouw van het zomerstrand. Laten we doorgaan naar Jokieswereld. Bij Jokieswereld hebben ze ook een nieuw antidiefstalsysteem geïnstalleerd. En ook is er weer het een en ander gebeurd bij Carnaval Festival. Want hier zitten opvallend veel storingen in. Zo was er een danspaardje in Duitsland wat het niet deed. Dat werkt gelukkig weer. Was er ook een paardje in Engeland wat niet rondging. Ook dat werkt weer. En was er ook een probleem met Jokie op de scooter. Eerst was hij zijn hand kwijt. Die hand kwam uiteindelijk terug, maar toen werkte de scooter nog steeds niet. Dat werkt nu ook weer. Dus hebben ze gelukkig alles weer lekker opgepakt. Wel nog een probleem met de kaak van de hele grote gorilla. Want die klappert een beetje op en neer en die gaat ook niet helemaal dicht. Dus daar moet nog wel even naar gekeken worden. Laten we doorgaan naar Vogelrok. Want ik heb goed nieuws bij Vogelrok. Want de binnentuin is nu helemaal af. De waterval werkt ook weer en het geeft weer een lekkere dynamiek daarbinnen. Ik ben er helemaal blij mee. Ook nog het een en ander gebeurt bij Karsbel daarnaast. Want dan hebben ze wat onderhoud uitgevoerd bij de deuren. En natuurlijk ook nog heel veel bij Kleuterhof. Maar bij Kleuterhof zijn ze nog steeds heel druk bezig. Zijn er nieuwe speeltoestellen gekomen en ook nog oude speeltoestellen teruggekomen. Al hoorde ik dat de nieuwe speeltoestellen niet helemaal zijn wat ze hadden moeten zijn. Dus dat daar misschien nog wat verandering aan gaat komen. Ze hebben een paar hele grote tenten neergezet en die hebben ze neergezet op de plekken waar dat de oude speeltoestellen stonden. Dus die worden waarschijnlijk hier ter plekke opgeknapt. Ja, het duurt als goed is tot 8 maart. Ze moeten opschieten, al zijn ze wel heel druk bezig. Maar het geeft me wel een beetje hoop dat ze nu niet zo heel veel werk eraan gedaan hebben. Misschien dat het over een jaar of 5 alsnog weggaat. Ik duim ervoor. Het korfje is ondertussen ook van naam veranderd, dus het heet nu het speelkwartiertje. Vorige week stond de naam er nog op, maar dat is nu weggehaald en het is natuurlijk een kwestie van tijd voordat de nieuwe naam erop komt.
Nou, nog eventjes wat randzaken, want het zou heel druk zijn in de Efteling, want het is voorjaarsvakantie. Maar wat blijkt, het is helemaal niet druk. Dus eigenlijk valt het best wel mee. En er is ook nog een heel tof ding verschenen van Vogelrok. Iemand die heeft de trein van Vogelrok in 3D geprint. Heel erg mooi is hij ontzettend lang mee bezig geweest. Hij is 50 uur bezig geweest met het tekenen van de trein. Hij is 13 uur bezig geweest met het schilderen van de trein. En het zijn 417 losse onderdelen. Ja, het ziet er heel erg tof uit. En Videoland is natuurlijk een samenwerking aangegaan met de Efteling. En daar kan je allemaal dingen op zien die ook op YouTube staan. Maar er komen nu ook weer nieuwe dingen op Videoland die al op YouTube staan. Maar die zouden er al eindelijk al op staan, zoals bijvoorbeeld de Making of Caro, de Making of Baron. Maar dat is allemaal uitgesteld tot maart. Maar goed, wil je het toch zien, dan kan je gewoon naar YouTube. Nou, tot zover het Reizenrijk. Wij gaan lekker door naar het Reizenrijk. We beginnen in het Ruigrijk bij de Meermin. Hier is alle beplanting eruit gehaald. Momenteel zit er nog geen nieuwe beplanting in, maar dat gaat natuurlijk vanzelf wel weer komen. Gaan we helemaal door naar de Apenfontein, of tenminste wat voormalig Apenfontein was. Want de fontein is een tijdje geleden helemaal uit elkaar gehaald en nu staat er een soort reservezeil in. Maar goed nieuws, van de grote zeil die is gespot bij het Gildenhuis, dus die wordt daar weer helemaal opgeknapt. En dan komt hij vanzelf weer terug en dan ziet het er weer heel erg mooi uit. Gaan we door naar de Python. Bij de Python wordt ook heel hard gewerkt. Ze hebben de zeilen weggehaald bovenop de brake section, maar de steiger die staat er nog wel. Dus hier zal waarschijnlijk nog wel aan gewerkt worden. En ze zijn ook met meerdere mensen bezig om de baan te inspecteren. Zo zien we een hoogwerker staan, die is één van de loopings aan het inspecteren. En zijn er ook een aantal mensen met de hand bezig. Die waren met touw bezig om de baan heen en klommen ook de baan in om daar waarschijnlijk lasnaden en bouten en moeren te controleren en dat soort zaken. Goeie zaak. We gaan door naar Joris en de Draken. En hier zijn ze ook met heel veel mensen bezig op de lifthill. Van onder tot aan boven zijn ze helemaal bezig met allemaal met z'n allen aan het hameren om die baan maar te retracken. En niet alleen daar, maar ook bovenin in die bocht zijn ze ook met heel veel mensen bezig om alles te retracken. Het lijkt er wel op dat ze nu eindelijk klaar zijn boven het instapstation. Want alle zooi die daar lag op het dak is nu eindelijk opgeruimd. Dus ja, als het goed is, gaat het de goede kant op. En laten we eerlijk zijn, we gaan natuurlijk weer richting april. En dan moet het wel echt af zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar de Vliegende Hollander is weinig te melden op één ding na. Want in het duingebied is er een steiger opgebouwd met dat gebouwtje wat daar staat. En het lijkt er een beetje op alsof ze bezig zijn met het staal daar. Want ik heb het idee dat daar nieuwe onderdelen liggen op de grond in een soort folie. Dus we gaan het zeker even in de gaten houden. Ook is hier nog een lamp kapot gegaan, dus hier moet zeker even naar gekeken worden. En de Albert Heijn heeft natuurlijk weer een spaaractie en dat geldt ook voor de Albert Heijn in België. En die hebben een video online gezet van 8 minuten en daarbij gaan ze op een soort van personeelsuitje en gaan ze naar de Efteling. En dan komen ze ook uit bij de Baron en willen ze heel graag een groepsfoto maken. Uiteindelijk, als je die video helemaal afkijkt, kan je meedoen met een prijsvraag en kan je 7 jaar toegang tot de Efteling winnen. Ik heb er zelf niet aan meegedaan, want de eerste vraag die ik voorgeschoteld kreeg, wist ik gelijk al niet. Dus let heel goed op in de video. En ik weet ook niet of dat Nederlanders mee kunnen doen, want het gaat natuurlijk over België. Ik zal hem even linken in de omschrijving, want het is natuurlijk wel heel leuk. En 7 jaar toegang tot de Efteling, dat is niet niks. Nog even wat andere dingetjes. Van 2 en 3 maart zijn er weer blokdagen in de Efteling. Is je Efteling abonnement helaas niet geldig, dus hou dit zeker in de gaten. En 27 oktober, schrijf het met een dikke stift in je agenda. 27 oktober komt de Efteling en Antropiek verzamelbeurs weer terug naar de Voorste Venne in Drunen. Georganiseerd door de 5 zintuigen en het is altijd een heel leuk iets. Ze organiseren altijd van alles, doen altijd special guests en weet ik het allemaal wat. Wil je nou meer weten hierover, heb je nog geen idee wat het is? Check dan even deze video's hierboven, want we hebben al meerdere video's hier geschoten en het is altijd heel erg leuk. En ik ga ook mijn uiterste best doen om daar weer bij te zijn. Dat is zover het Ruigrijk. Wij gaan lekker door naar het andere rijk, want ik hoor de charlatans al spelen. Of niet? Het is ondertussen weer flink geregend hier in de Efteling, maar dat maakt helemaal niet uit en we gaan het andere rijk even doornemen. Het hele terras van Casa Caracol is helemaal schoongeveegd en het lijkt erop dat ze het ook schoon gemaakt hebben. Het stukje is heel gek, want het was spekglad daar. Het is natuurlijk al een tijdje niet meer in gebruik, maar ik ga ervan uit dat als Piranha open gaat, dat het dan weer wel in gebruik is. Goed, we gaan eerst eventjes naar Dans Macabre, want daar gebeurt ook weer heel erg veel. Ik begin eerst aan de kant van Fabula, want hier hebben ze een nieuwe dienstpoort geplaatst. Althans, het ijzer zit er nu, de rest moet er nog omheen. En ze hebben ook de bestrating afgerond. Zowel de oude bestrating als de nieuwe bestrating. En ook het voormalig heksenpad, de chicken exit, die hebben ze ook bestraat. Dus dit ziet er allemaal heel erg netjes uit. Ook hebben ze hier een soort trapje gemaakt aan de zijkant van het gebouw, zodat ze naar boven kunnen. En zijn ze bezig met het weghalen van de laatste steigers. Het gaat helemaal de goede kant op hier.
Aan de andere kant van Dans Macabre zijn ze ook bezig met het weghalen van de stijgers. En hier zijn ze ook bezig met het maken van een nieuwe muur aan de kant van de begraafplaats. En nu ik het toch over die begraafplaats heb, het is heel erg gaaf. Want er is een nieuwe foto verschenen van de bovenkant van de begraafplaats. En hier kunnen we heel goed zien hoe we gaan lopen. En zien we ook waar alle grafstenen liggen. En we zien dus ook dat we door een houten poort heen gaan, komen op de begraafplaats. Daar zigzaggen we nog wat rond. En daarna gaan we weer door een houten poort en komen we dus op het voormalig heksenpad. En komen we uiteindelijk in het Huiverwoud. Ziet er heel mooi uit vanaf de bovenkant. Ook nog wat dingetjes bij het koetshuis, want hier hebben ze de schutting iets verder doorgetrokken. Ze zijn nog niet helemaal klaar. En tot zover had ik alles van Dans Macabre, maar we hebben natuurlijk ook nog de spookseldocumentaire die op 17 en 18 februari in de bioscoop gedraaid heeft. Wil je daar nou meer over zien? Check dan even de video hierboven, want we zijn er ook bij geweest en het was heel erg leuk. Met updates en er is zelfs nog een moment dat je er ook nog bij kan zijn. Gaan we ook nog even kijken naar de Spookslot Metaverse. Want ja, daar is natuurlijk het een en ander om te doen geweest in het verleden. Spookslot is digitaal vereeuwigd en dan kan je ook gaan kijken. Alleen de buitenkant, de binnenkant is helaas alleen voor medewerkers. Alleen, het werkt niet meer. Het runt op Mozilla Hubs en helaas gaat Mozilla Hubs in het voorjaar ermee stoppen. Alleen, het Spookslot Metaverse werkt nu al niet meer. Dus ja, of het ook nog gaat bestaan, dat weet ik op dit moment niet. Maar het is wel weer een naar iets van de Metaverse. We hebben ook nog een paar mooie luchtfoto's gezien van de Piranha. We zien alle bootjes daar liggen en we zien natuurlijk ook de nieuwe constructie staan. Waar het zometeen uiteindelijk de nieuwe rotsen omheen komen. Ja, ook hier zijn ze heel druk bezig. Alles is nu helemaal ingepakt. Ja, het is een kwestie van tijd voordat het zometeen weer helemaal uitgepakt wordt. Gaan we door naar Max & Moritz. Daar was een storing afgelopen week en de trein die ging heen en weer door de baan. Het zag er heel vreemd uit. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze die weer terug in het station krijgen. Maar daar moest even naar gekeken worden. Ook hebben ze wat tonnetjes geplaatst bij Bekkerij Krummel, bij dat poortje aan de zijkant. Dus dit is ook helemaal afgerond nu. Gaan we nog even door naar Fata Morgana. Hier is de lantaarnpaal weg en hebben ze ook een deel van het plein afgezet met hekjes. En er is ook nog een klein probleem met een van de lampen als je de Fata Morgana betreedt. Die lamp die hangt daar, een hele grote lamp, daar is een deel van afgebroken, dus dat is natuurlijk niet helemaal goed. Ook nog een klein probleem in Fata Morgana zelf, want de kantelkamer die werkt op dit moment niet, dus daar moet even naar gekeken worden. Er zijn nog heel veel gave foto's online gekomen over de bouw van Fata Morgana. We hadden natuurlijk al de documentaire van de Fata Morgana, maar nu zijn er nog bijna 300 foto's online gekomen. En we zien heel veel dingen. We zien de vaargeul, we zien bijvoorbeeld het opstapstation, we zien de gin in aanbouw, we zien de troonzaal. Ja, echt te veel om op te noemen. Wil je dit allemaal zien? Check dan even de website van Eftepedia. Ik link het hier beneden. Heel erg gaaf. En het allerlaatste dingetje deze week is in de bazaar, want er hangen nieuwe sleutelhangers. En hierbij kom ik al aan het einde van deze video. Vond je het nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ben ook wel heel erg benieuwd, wat denk jij dat er gaat gebeuren met Efteling Grand Hotel? Gaan die torens er nou af? Ja of nee? Laat het even weten in de reacties. Wil je er nog meer zien over de Efteling? Check dan even deze video's boven. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.